Goedenavond en welkom bij het RTV Arnhem Nieuws van dinsdag 23 september. Met onder meer, Arnhemmers maken zich zorgen over onze binnenstad. Het Korenkwartier geeft het Arnhemse uitgaansgebied een fris imago. De twee Arnhemmers Raymond Driessen van het bedrijf Smartvertising, dat marketingconcepten ontwikkelt, en Maarten Venhovens, oud-voorzitter van Verenigde Studenten Arnhem, hebben dit idee gebracht. Samen met partners AXA Studios en Sense hebben zij het initiatief genomen tot het ontwikkelen van een uitgebreide website die het Korenkwartier op de kaart moet zetten. De helft van de horecazaken in het uitgaanscentrum van Arnhem betaalt hieraan mee. Via de website willen de initiatiefnemers de cafés en restaurants in het gebied promoten en de communicatie verbeteren. Ook werken Driessen en Venhovens met een landelijke aanbieder aan het verbeteren van het wifi-netwerk in de binnenstad. Overigens, de naam Korenmarkt blijft daarnaast gewoon bestaan. De Arnhemmer Bob Roelofs begint een actie om de midgetgolfbaan terug te brengen in Park Sonsbeek in Arnhem. Via Facebook en zijn eigen netwerk hoopt hij medestanders te verzamelen. Aan de midgetgolfbaan bewaren veel Arnhemmers mooie herinneringen. Eind vorige eeuw verdween de midgetgolfbaan. Roelofs wil de attractie herintroduceren met 18 banen die verwijzen naar typisch Arnhemse locaties, evenementen en objecten zoals de Eusebiuskerk, de John Frostbrug en Ome Joop Stoer. Als locatie denkt hij aan het terrein tussen bezoekerscentrum Sonsbeek en het Nederlands Watermuseum. Burgemeester Herman Kuijtse van Arnhem is zeer verbolgen over het plan om het Indisch herinneringscentrum van Bronbeek te verhuizen naar het nog te bouwen Vrijheidsmuseum Wereldoorlog 2 in Nijmegen. Burgemeester en wethouders van Arnhem zijn woensdag op de hoogte gesteld van het voornemen. Kuijzer gaat ervan uit dat het Vrijheidsmuseum er komt en laat zich niet uit over de huidige discussie over de haalbaarheid van deze plannen. Onze boodschap is en blijft hetzelfde. Het nieuwe museum mag niet cannibaliserend werken. Het moet een voorpost zijn voor onze musea rond Market Garden ten noorden van de Rijn, ondersteunend en aanvullend. De pleinen in onze stad zijn te leeg of worden ontsierd door geparkeerde auto's. Panden staan leeg en het winkelaanbod is niet verrassend genoeg. Dit vindt een zevental Arnhemmers die zich grote zorgen maakt over de binnenstad. De zeven betrokken Arnhemmers hebben een denktank ingesteld en middels titel Arnhem onze stad hebben zij een advies opgesteld dat maandagavond aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders is overhandigd. Zij willen dat het Kerkplein met de Eusebiuskerk en de markt de centrale ontmoetingsplaats van Arnhem wordt. Daarom moet een wandelpromenade worden aangelegd naar de Rijn. Op die manier moeten de twee gebieden aan elkaar worden gekoppeld en verder moet er meer groen en water in de binnenstad komen. Ook heeft Arnhem volgens de denktank behoefte aan meer bijzondere en ambachtelijke winkels. In Arnhem op het Willemsplein om actie te voeren. Het is de aftrap van de werkweek die in Den Haag is vandaag afgetrapt door Mirjam Sterk, ambassadeur jeugdwerkloosheid en Maxima, koningin Maxima. En vanavond komen de jongerencoaches hier in actie om jongeren te interviewen over jeugdwerkloosheid. Waar lopen ze tegenaan? Waar hebben ze last van? Wat hebben ze nodig? En wat zoeken ze eigenlijk? Bewustzijn te creëren over jeugdwerkloosheid en om ook allerlei partners en betrokkenen, allerlei stakeholders, iedereen die ermee te maken heeft, bekend te maken met waar jongeren nou precies tegenaan lopen. Heb je daar last op te richten? Ik ben sowieso van plan om tijdens mijn stage in het derde en vierde leerjaar met heel veel stage lopen. Dan wil ik een netwerk op gaan bouwen in het bedrijfsleven in onze richting en hoop dat ik daar mensen ken. En na mijn afstudeer ook alvast gaan inschakelen bij verschillende arbeidsbureaus. Een of ander bedrijf in Utrecht. Ja. Die zocht een video editor. Zag er wel ook goed uit.
ik dacht van ja, laat maar solliciteren en gaan kijken wat ze willen. Mm-hmm. Maar ja, dat is het. Uiteindelijk heb ik daar niks meer op teruggehoord. Werkgevers de deuren te laten openen voor jongeren, want er worden nog steeds te weinig kansen gecreëerd. Babo Café in Arnhem opent in oktober aan de Bovenbeekstraat een opleidingscentrum voor koffie. RTV Arnhem sprak met Bonne Postma hierover. Ja, ik sta hier in de Bovenbeekstraat bij Café Babo, dat kennen we natuurlijk al jaren. Maar er komt een Babo bij. Wat wordt het broertje of zusje? Ja, we gaan een koffietrainingslocatie beginnen. Dus alles over koffie kan je bij ons leren. Ja. En wanneer gaan jullie open? 12 oktober hebben we gepland om vrienden en familie uit te nodigen en te vieren dat we eindelijk aan de overkant klaar zijn. Nou is het een koffieschool of een opleidingscentrum, maar ja, voor wie dan eigenlijk? Nou ja, dat kan van alles zijn. Ik bedoel, de particulieren zijn bij ons welkom die gewoon thuis wat lekkere koffie willen gaan maken. Maar ook de professionals, bijvoorbeeld uit de horeca, die graag meer willen weten of beter willen werken, betere cappuccino's kunnen maken, die kunnen ook bij ons terecht. En hoe zet je een goede koffie erop? Heb je even een half uur? Nee, ja, daarvoor zijn de trainingen eigenlijk. Als je echt een goede espresso en cappuccino wil zetten, ben je toch wel een dagdeel met ons bezig om de fijne kneepjes te leren. En dan moet je het eigenlijk nog zelf je eigen maken. Dus eigenlijk ben je wel heel dag zoet om te leren om goede koffie te zetten? Ja, inderdaad. En daarom vinden wij het ook eigenlijk heel erg belangrijk. En dat is ook eigenlijk ons doel, om hier in Arnhem gewoon nog meer goedere koffieplekken te krijgen. Is dit de eerste opleidingsschool? Nee, er bestaan er al meer. Want we gaan ook samenwerken met de Leopold Koffieschool. Die zit in Utrecht. En daar train ik ook al. En Rob af en toe ook. En die komen ook hier bij ons in het pand. Daar gaan we mee samenwerken. Dus er zijn al wel meer, maar er zijn nog wel schaars. Stel dat ik geïnteresseerd ben in het volgen van een cursus bij jullie. Waar beginnen jullie dan mee? Wat is het belangrijkste? Nou ja, het verschilt een beetje wat je wil leren eigenlijk. Er is sowieso een algemene introductiecursus. Dus dan krijg je gewoon een beeld van wat is koffieland, wat gebeurt er en welke richtingen kan je eigenlijk op om te leren. En want je kan je voorstellen dat wij het wel over espresso en cappuccino hebben, maar je kan ook een proeverij krijgen. Of het gaat over slow koffie, of het gaat over het brandproces of het proeven van koffie. Dus dat hangt er vanaf wat je interesse is of wat je doel is. Nou is jullie zaak nog niet helemaal gereed, hè? Dat is dus halverwege oktober. Maar wat zal de uitstraling van de zaak zijn? En kun je daar ook een kopje koffie drinken? Nee, je kan helaas niet bij ons een kopje koffie drinken, maar daar heb je gewoon het Babo Café voor. Want daar hebben ze natuurlijk ook dezelfde koffie en daar staan ook getrainde barista's. Dus het café is echt het publieke deel. En bij ons is het dus echt puur alleen maar voor de trainingen. Dus dan moet je je op inschrijven of afhuren. En nou ja, wat uitstraling betreft gaan we een beetje door op hoe Babo er ook uitziet. Dus we willen gewoon een mooie warme plek hebben waar je echt het koffiegevoel krijgt. Veel hout en koper en dat soort elementen vinden we mooi. Wanneer zijn jullie open? 13 oktober staat er al een workshop gepland. Maar de cursussen die worden gegeven op speciale dagdelen en daar kan men zich voor inschrijven. Hoe kan men dat het beste doen? Op dit moment, omdat wij nog even aan het verbouwen zijn, is het alleen via koffieschool.nl. En dan het weer. Het werd vandaag geleidelijk bewolkt, maar het bleef droog in Arnhem. Vanmiddag steeg de temperatuur tot 16 graden en was de wind zwak. Vannacht is het bewolkt en koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen krijgen we een bewolkte dag met regen. De temperatuur blijft dan rond de 19 graden. We wensen u nog een fijne avond, bedankt voor het kijken en graag tot morgen.